Butenspel 2.0 wordt mede mogelijk gemaakt door de Jong en van Diermen, jouw Azurantse kantoor. Van harte welkom bij Butenspel 2.0 waar Spakenburg de 82 punten aantikte waar een dijk afscheid nam van Willem Rom. En hij is hem volgens ook afscheid heeft genomen van Gert-Jan Kasten of is Gert-Jan Kasten zelf op We gaan erover praten met de gasten aan tafel. Van harte welkom, Hille. Dankjewel. Willem, van harte welkom en dirk Jan ook van harte welkom. Ja. Gert-Jan Kasten is uh, gestopt uh, bij smerals. Jullie reactie, Hille? Mijn reactie. Uh, ik, was, uh, ik werd getriggerd uh, door de opmerking van hij legt het probleem bij de organisatie van de vogels neer. En die zegt van: Ik kan in anderhalf jaar niet zeg maar, eh, anticiperen op wat vijf of zes jaar verkeerd is gegaan. En als ik dan kijk naar wat voor selectie die heeft en wat voor aanvullingen in de selectie zijn gekomen, dan zeg ik: Moesje. Je had een prima selectie met een ongelooflijk hoog spelersbudget ten opzichte van de andere eh, zeg maar, eh, elftallen. En ik vind dat hij voor zichzelf kiest. Eh, ik weet niet of er een verborgen afspraak achter zit, maar dat is niet aan mij. Eh, ik vind dat hij voor zichzelf kiest en hij is was van kritiek. En uh, dat heb ik meerdere keren gemerkt in allerlei interviews. Die man die kijkt niet naar zichzelf en dan kom je in de probleem, heel no simpel. Dus gefeliciteerd dat hij weg is, hij is meer van ons. hoe zie jij dat? Ik vind het een goede beslissing van hem. Ik denk dat het, uh, dat het niet, anders, uh, niet anders kon. Ik uh, vind het wel te prijzen dat hij het, uh, zegt van nou goed, ik, uh, ik, 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 ik stop ermee. Uh, ik heb niet gedaan wat ik had moeten doen. Uh, hij heeft het al overwogen aan het einde van het vorige seizoen na de degradatie, dat hij zei, uh, moet ik wel blijven. En, uh, nou, volgens mij heeft hij dat nu ook gedaan. Dus kijk, weet je, je kunt van alles van hem vinden. Uh, het is een voetbaldier, het is iemand die 400% geeft. Maar wat hij geprobeerd heeft bij de club, dat, ja, dat is gewoon niet gelukt. En dan uh, is er maar één uh, uitweg ja, en dat is dan uh, stoppen. Uh, dus ja, dat vind de prijs. Ik zei uh, dat denk ik net. We hebben ook Barry Smit gehad, die uh, was ook trainer. Die zag het ook uh, de druk. Uh, de, was, de druk was te hoog. Nou, die zei ook, ja, weet je, ik stop ermee. Ja, dat vind ik gewoon te prijs. En dan kunnen we daar uh, allemaal kritiek op hem hebben. Uh, ik denk dat je wel weet met Gertjan wat je in huis haalt. En uh, nou, dat blijkt dus niet zo goed te passen. Ik hoop niet dat ik het gras voor jullie voeten heb weggemaakt. Want we beginnen met het eerste item. Dat is de aftrap. Iedereen mag aangeven wat hem opviel de afgelopen periode. Het weekend of de afgelopen week. Uh, wie wil er aftrappen? Ik wil best aftrappen. Uh, uh, ik was afgelopen vrijdag met de sportdag. ...complimenten voor de manier waarop dat georganiseerd wordt aan Bunschoten. Echt, super. Jij ja, dankjewel. Jij bent ook, uh, zeg maar, misschien een ja. van de mede-organisatoren... ...maar ja. dat is echt, en Willem was dat vroeger ook... ...echt, als je ziet hoe dat loopt en hoe de kinderen genieten... ...dat vind ik echt te uh, prijzen. Hè? De, echt, dat is echt uh, een sterk punt van Bunschoten. Tweede ja, ik ben altijd een beetje politiek uh, gedreven... ...dus uh, ik wil ook een item even hierin brengen... ...van, uh, ik vraag me af uh, wat dus in de linkse politiek... ...geweldloos demonstreren is. Als ik dan met alle respect kijk naar hoe de A2 is, zeg maar, zeg maar, ja, maar dat, als je op de A2 gaat zitten, dat is gewoon een straf. Dus dat hoort je toch gewoon op in te grijpen. En in de gemeenteraad hier in Bunschoten wordt dus zeg maar, op ingebroken door een stelletje, ja, ik mag niet zeggen idioten, maar dat vind ik wel. En dan, dan, dan wordt dat zo straffeloos toegestaan. En dat vind ik ook met, met, met de universiteiten die dus, zeg maar, dat er allerlei dingen gesloopt worden. Dan vraag ik me echt af wat, wat er in het woordenboek staat. Wat is geweldloos demonstreren? Dus dat zou ik graag aan de, aan de linkse politiek willen vragen. En toen zag ik vorige week ook zeg maar, een, een, op, op één. En toen zag ik daar iemand zitten. En, en, en toen stond er van, nou eigenlijk zou je moeten verdiepen. In, zeg maar, in de cultuur van, 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 van mensen die daar aan het demonstreren zijn. Ja, dat zei de schrijver Arnold Grunberg. En toen dacht ik van, nou ik bedoel daar een geheimpje. Ik ga me niet daarin verdiepen. Want ik wil het helemaal niet weten. Want het is gewoon strafbaar. Dus Nederland treedt op. En dat zijn... Uh, dat is één aspect wat ik wil noemen. Het tweede aspect wil ik ook nog even noemen. Ik vind het onbegrijpelijk dat in de Palestijnse kwestie eh, zeg maar, vrouwen daar zo makkelijk in meegaan. Eh, want je weet zelf, hè, het, het specifieke van de Palestijnse kwestie is van, ja, als ik dat eh, tegen mijn vrouw zeg, eh, dan, eh, dan, dan heeft mijn vrouw helemaal niks meer te vertellen. En ik ben beleid eh, dat ik heb een vrouw heb die dus eh, wel eh, voor, eh, voor haar woordje staat. Dus daarom zou ik wel echt een oproep willen doen aan de, aan de mensen die dus, eh, de dames aan de, aan de linkse kant van de politiek. Hoe kunnen jullie daarmee instemmen? Want uh, als je dus echt de uh, islam volgt, dan heb je dus niks meer te vertellen. En ook bepaalde groepen hè, die het moeilijk hebben die, hebben, die worden minder getolereerd. Dus dat dat wel een beetje, ik ben echt een beetje in, in, in gewetensnood gekomen de, de, de laatste paar dagen Waar, jongens, hoe zit dat nou precies? En uh, ik begrijp het niet meer. En dan zeggen ze wel, misschien moet je gaan verdiepen. Nou, zeg ik weer hetzelfde. Ik ga me er niet in verdiepen. Ik ben gewoon een rechtse bal. En ik uh, blijf daarbij. En ik hou voor Mona voor president. <laughs> Steven, met in een uh, voetbalprogramma. Maar dankjewel. Willem? Ja, mijn aftrap dat, uh, dat gaat over zaterdag bij IJsselmeervogels. Uh, ik mocht via TV Eemland een uh, lange reportage maken. Nou, het liefst hadden we dat gedaan uh, net als die week daarvoor... ...dat er een groot kampioensfeest uh, was. Nou, dat was uh, helaas niet het geval. Uh, mijn uh, uh, viel ontzettend op... ...en daar wil ik de mensen een groot compliment voor maken bij de vogels... Dat iedereen die we voor de camera gehaald hebben, daaraan mee wilde werken. Niemand die zei: van nee, dat, dat doe ik niet. Uh, we hebben totaal, uh, geloof ik, tien mensen geïnterviewd, waaronder bestuursleden, supporters. Uh, die wilden er allemaal aan meewerken. Ja, en dat vind ik toch ook een groot compliment waard. Ondanks ze teleurgesteld waren, geen kampioen. En uh, dan met name ook de voorzitter, die gelijk voor de camera kwam, een duidelijke uitleg geven. Ja, daar wil ik ze een groot compliment van maken en dat was maar je Dankjewel. Dirk Jan? Ja, voor mij ging die ook niet over IJsselmeervals, maar over de schoolspordag inderdaad. Uh, uh, dat die afgelopen vrijdag weer uh, plaats mocht vinden. En uh, ja, het compliment gaat eigenlijk wel naar de sfeer van uh, de ouders en uh, van eigenlijk iedereen die er was. Want ik heb uh, van heel veel mensen begrepen of gehoord eigenlijk en teruggekregen dat er ontzettend een goede sfeer hing en dat het, uh, ja, dat het eigenlijk supergoed verlopen is. Zonder al te veel problemen. Kijk, op de achtergrond is er altijd wel iets te doen natuurlijk. Uh, maar uh, ja, dus we hadden echt een supermooie, uh, nou ja, supermooie dag. En uh, uiteindelijk viel het weer ook nog mee. Dus misschien uh, moeten we daar ook nog uh, een dank voor uitspreken. <laughs> want als we de, voor, nou ja, de voorbereidingen waren allemaal vandaag goed kan het wel doorgaan. Maar uh, nou ja, het ging allemaal. Dus. Maar jij bent ook voorzitter van het begrijp ik? Ja, klopt. Ik uh, ben ook. Uh, uh, voorzitter van het uh, sportdagbestuur Samen met uh, vier andere leerkrachten uit het uh, onderwijs uh, doen we, vormen wij het bestuur. En dan hebben we daarnaast nog 22 leerkrachten die in de vertegenwoordigers, uh, uh, als vertegenwoordigers optreden. Dus het is een grote club mensen die uh, daar uh, ja, hun steentje aan bijdragen. En uh, eigenlijk er ieder jaar wel weer een succes van maken. Hoe lang doe je dit al? Ik ben nu uh, voor mijn vijfde jaar uh, voorzitter. De twee coronajaren tussen, waarvan we één wel gelukkig een, een soort uh, alternatieve editie van hebben gemaakt. Uh, daarvoor heb ik wel uh, drie jaar ook in het bestuur gezeten. En daarvoor nog uh, sportig vertegenwoordiger geweest. Dus ik doe het al wel een tijdje. Nou, is ook wel, uh, ik vind het leukste als je kinderen ziet genieten. En uh, ik, ik sta, als, sta vaak met de uh, estafette meer op het veld om het af te vlaggen. Dat was jij? Ja, als je dan echt die, als je dan die mensen of die kinderen voorbij ziet rennen met die, die blikken in de ogen dat ze dat willen doen, ja, dat is gewoon fantastisch. Dat schoutwaard. Ja, dat is goud waard, Ja, ja. maar ja, goed, het is, uh, het is ook altijd wel een, uh, een, een bijzondere. Het is gewoon een hele bijzondere gebeurtenis. Dat, uh, ja. En heb je ook nog een nieuwe functie gekregen bij de school? begreep ik bij school? Ik uh, ben uh, ja directeur. Uh, Geworden oh, sinds 1 mei. Ja. Gefeliciteerd. Welke ja, ja. school is dat dan? De grond dan. Oké, okay, wel ja. gefeliciteerd. Ja. Dus. Dank jullie wel voor jullie input. En dan gaan we even kijken naar de inswingen van Tijme Beekhuis. Zaterdag 25 mei, de laatste competitieronde in zowel de tweede als de derde divisie. kampioen Spakenburg moest op bezoek naar Groesbeek om tegen de treffers te spelen. Tot een paar weken terug zou dit nog een kraken van je welste zijn geweest. Nu was het een wedstrijd om niet. Spakenburg deed wat het aan haar stand verplicht was en won met 1-3. Basisplaatsen zaterdag waren er voor Mennoheus, Heren van Lopik, Tom Noordhoff en Wimilio Vink. De treffers eindigden dit seizoen met 71 punten. Een aantal waarmee Katwijk de afgelopen twee seizoenen kampioen mee is geworden. Dit om nogmaals aan te geven wat voor een sportief gezien ongekend seizoen. Spakenburg heeft gedraaid. 82 punten en een doelsaldo van 89 voor en 38 tegen. In de derde divisie vielen zaterdag de laatste beslissingen. IJsselmeervogels mocht nog hopen op een kansje om de schaal alsnog in ontvangst te nemen. Daarvoor diende er met dubbele cijfers te worden gewonnen van Odin en zou Volendam moeten verliezen van Hogeveen. Die dubbele cijfers werden bij lange na niet gehaald en daarbij, Volendam won gewoon met 1-3 bij Hogeveen. Dus het doelsaldo deed er uiteindelijk helemaal niet meer toe. De wedstrijd was koud afgelopen over verschenen op X, voorheen Twitter, al het bericht dat Gertjan Karsten zijn verbindenis met de vogels per direct had beëindigd. Hij acht zichzelf verantwoordelijk voor de resultaten van vogels 1 dit seizoen. Ondanks het pleidooi hier aan tafel met, van met name Menno Veldhuizen om Karsten niet te uit te sturen, trok hij blijkbaar zelf die conclusie. Na zijn interview te hebben beluisterd, komt het bij mij over dat hij toch is bezweken onder de grote druk van het trainerschap van IJsselmeervogels. Karsten heeft in het verleden bewezen wel degelijk iets te kunnen. Kijk naar zijn periode bij Hardenberg en vooral die bij Urk. Maar trainen zijn hier in Spakenburg is blijkbaar toch iets anders. De vogels likken nu aan wonden en moeten op zoek naar een nieuwe coach. Die zoektocht zal gevoelsmatig niet al te lang duren. Want ik geloof dat nog in 10 minuten na het plaatsen van het bericht op X de eerste sollicitaties bij Jaapje aan de Graaf al binnenstroomden. Tot slot Eemdijk. Dat speelde feitelijk, net als Spakenburg, een wedstrijd om niet tegen streekgenoot Sparta Nijkerk. Mochten de diekers nog in aanmerking komen voor na-competitie, dan moest er elders op de velden zoveel gescoord worden dat één telraampje niet genoeg zou zijn geweest. Maar ook hier konden die hulpmiddelen de kast in, want Eem Dijk won met 4-3, mede door een puntgave-hattrick van Jeffrey van der Dikkenberg. Eem Dijk sloot het seizoen derhalve af met een keurig de elfde plek en dat is voor een debutant hartstikke goed. Volgend seizoen, met een nieuw trainersduo aan het roer, Patrick Postema en Maurice van der Wild, zou het mooi zijn indien Eendijk eenzelfde aantal punten zou weten te behalen. Dan zou je heel voorzichtig mogen concluderen dat Eendijk een stabiele derde divisionist in wording is. Het volgende item waar we vandaag over gaan praten is Tribuneblik. We gaan beginnen met de wedstrijd, of tenminste, we gaan even kort hebben over Gert-Jan Kasten. En zijn we erover uitgepraat of moeten we er nog iets over kwijt? Ik heb mijn statement vanuit, denk ik. Ja, ik wil er nog wel graag wat over zeggen. Uh, achteraf moet deze man zichzelf ook uh, bij zich eigen raadzaam, was het wel slim om daarin te stappen? Uh, als je zoveel op privégebied meegemaakt hebt, uh, dan geeft dat een geweldige uh, uiting op je privéleven. En als je daar bij zo'n club instapt, dan... Brengt dat een geweldige druk met zich mee? Dus ik vraag me af, was het wel slim als je, als je dan op zo'n moment daarin stapt? Nou, nu uh, blijkt dat, er, uh, dat hij zich ontzettend irriteert aan kritiek. Ik heb hem dat uh, gevraagd, van nou, hij noemt dat uh, mensenoverschrijdend gedrag. Uh, ik heb hem dat zaterdag gevraagd, wat versta je daar dan onder? Nou, dan werd hij al gelijk boos op mij, van je bent toch niet doof? Nou, en dat zijn dingen waar een trainer volgens mij niet goed in zijn vel zit. als je zo met de pers omgaat. Kijk, onze kijkers weten toch niet wat hij met grensoverschrijdend gedrag bedoelt. Dus dat is een hele normale vraag. En als je dan kijkt wat, wat hij dan uh, daarna nog zegt. wat hij dan vindt. Ja, dat er een supporter een keer zegt: kasten rot op. Of dat, die, dat een supporter boos is dat ze met 0-4 verliezen. Ja. Dat hoort bij een grote club als IJzermeervogels. Dat, dat weet je gewoon dat je dan, als je met 0-4 een pak slaag krijgt thuis, dat mensen niet gaan staan te klappen. Dan is de kritiek daar. Nou, en dan vind ik het met het, met het mensen overschrijdend gedrag nog wel meevallen. En uh, ik denk ook dat, het, uh, dat de beslissing. Uh, ik heb dat aan een bestuurslid gevraagd. Uh, is kasten jullie een stap voor? Toen werd volmondig ja gezegd. Want anders was hij gewoon weggestuurd. En ik denk zelf dat het misschien wel een in elkaar gezet iets is dat ze gewoon dit donderdag samen uh, uh, overeen zijn gekomen. Want nou, ik ben wel benieuwd, want dat wordt nu gezegd. Waarom zou het bestuur dat doen? Want ik vind namelijk, als je kijkt, je kunt ook vanaf de andere kant kijken. Nu heeft het TC dus niet zelf de stap genomen om hem weg te sturen. En ben je dan niet als TC. Snap je? Het is helemaal, wat ze hebben er niet zoveel aan. No? Ik denk dat ze het liever zelf hadden willen doen. Ja, maar nu uh, beschadig je iemand veel minder dan dat hij zelf opstapt. Ja, Kijk, word je niet. weggestuurd, dan, nou, dan hadden ze in ieder geval uh, nog, nee, ja, nog geld per mee moeten moet geven. En ik denk dat ze nu gewoon gezegd hebben van nou, je krijgt een half jaar salaris uh, mee en we brengen dit zo naar buiten. Dan word je ook niet beschadigd. Het is ook makkelijker dat je dan een andere club gaat vinden. Ja, maar je hoeft niet per se weggestuurd te worden. Je kunt ook in overeenstemming komen dat je de samenwerking beëindigt. Het ligt er alleen aan wie heeft het initiatief. En nu heeft Jan het initiatief genomen. En ik denk inderdaad dat hij gewoon echt een stapje voor is geweest. Want ik denk namelijk dat ze vanuit de club gewoon gewacht willen hebben. Wat was de uitslag geweest zaterdag? Want ja, we, we hingen al zoals zoveel het hele seizoen. Aan een zijde draadje de hele tijd. Ik ben... Uh, dus jij denkt niet dat er vooroverleg geweest is. Uh, nee, om, ik om denk, er ik denk dat, zo uit te komen nee, dat, dat ik het minder pijnlijk voor hem is? Nee, dat denk ik niet. Want, ik denk dat Gert-Jan is wel wat je ziet is wat je get. Hè? Er, er wordt dus kritiek op hoe hij het allemaal aanpakt. maar zo doet hij het hele seizoen het al. Ik bedoel, en hij doet dat zoals hij werkt, zoals hij werkt. Ja, en dat, daar krijgt hij ook kritiek op. Kijk, dat hij daar niet zo goed mee om kan gaan. Ja, dat blijkt wel eens inderdaad uit zijn opmerkingen of hoe hij doet. Ik bedoel, uh, ik ben persoonlijk ook wel eens dat ik denk... ja, nou oké, okay, uh, moet dit op deze manier? Maar ja, hij doet dat zoals hij dat doet. En ik denk dat dat ook hierin... dat is wel zijn eigen wijsheid, denk ik, die hij heeft. Maar het was ook niet slim natuurlijk om de supporters dan... Maar de schuld ervan nee, geven van kijk, een slechte dat, spel. Dat, he, dat, dat was dat, ook, dat, als je dan met 0-4 thuis verliest. He, dan, dan, dan vind ik dat je dan een beetje de weg op zoekt. Ja. ja, maar wij, wij worden niet gesteund als team. Hij is heel eerlijk. Hij zegt gewoon wat hij denkt. En uh, je mag best weten dat er achter de schermen wel eens gezegd is. Oh, dat hadden we misschien niet wel of niet moeten uitzenden. Uh, vanuit het mediateam. En goed, we doen het wel. Want we, willen gewoon, we zijn natuurlijk altijd voor de club. Maar ja, we gaan niet dingen in scène zetten. Ik zeg, we zitten niet in Korea. Dus nou. het is wat het is. Maar ja, het is wel eens zo dat je wel eens denkt... ja, dat kun je ook op een andere manier zeggen. Kijk, dat hij dat bedoelde... ik bedoel over die wedstrijden van, het, van supporters... die dan langs de kant... en dat zijn er natuurlijk dat zijn er heel weinig. Dus eigenlijk zou je zeggen... weet je, besteed er gewoon geen aandacht aan. Klaar. Maar het spelers is die echt voor alles... voor rotte vis uitgemaakt worden... vanaf de tribune of vanaf de staantribune... wat je hoort, wat er geroepen wordt... dat, dat je daar als trainer wat van zegt... Dat snap ik wel. Alleen de manier waarop... waarbij eigenlijk alle fans werden benadeeld... en dat hij alleen maar uitwedstrijden aan het spelen was... ja, toen dachten we ook van... ja, dit, dit soort dingen, dat, dat, dat slaat echt nergens op. De hele nuance is compleet weg. Maar dan ga je ook je aanhang tegen je ja, natuurlijk. krijgen. Ja, tuurlijk. Dat, dat gewoon ja. supporters die dat op een normale manier zeggen... ja, wat is dit nu? We steunen de club al, al zoveel ja. jaar... en nu worden we maar... eigenlijk een beetje als slechte supporters afgeserveerd... Want zo, zo kwam het wel over, heb ik zaterdag begrepen van, van ja, ja, verschillende zeker. mensen. Maar, maar kijk, je zegt dan van had hij wel moeten instappen. Kijk, achteraf, kijk in Koenensekol natuurlijk. Dat weet je nooit, maar hij heeft er wel bewust voor gekozen. Ik denk dat hij beter kan kijken, achteraf. had ik dat soort dingen allemaal moeten zeggen? Of had ik me moeten realiseren van, ja, misschien moet ik dat niet doen. Of moet ik dat even niet zeggen? Of moet ik dit. Ik denk dat hij zich daar meer. want daar heeft hij veel meer mee kapot gemaakt in zijn. Uh, achterban, laat maar zeggen. Uh, en zich tegen zich in het haarnas gekeerd. Want ja, inderdaad, ik denk dat er weinig supporters te vinden zijn die, die het jammer vinden dat hij weggaat. Maar ik denk niet dat dat. Natuurlijk, dat heeft natuurlijk met de prestaties te maken. Maar ik denk dat het ook heel erg op persoonlijk vlak ligt. Hoe hij zich beweegt binnen de club en hoe hij zich heeft geprofileerd. Maar zou hij het ook niet onderschat hebben? Ja, zeker. Zo, zo, bij zo'n club moet je gewoon presteren. Ja, zoals... Chris de Graaf heb ik ja. vorige week een vraag aan gesteld, Chris. Supporters uh, de, hè, die zeggen nu vier jaar uh, Chris de Graaf vastleggen. Nou, en dan geeft Chris een antwoord, ja, maar als ik drie, vier wedstrijden mm. verlies, dan uh, deugt er allemaal niks meer van en dan moet ik, uh, dan moet ik wegwezen. Ja. Hè, en, en dat realistische mis ik een beetje ja. bij Gert-Jan Juist, ja. ja. het is ook, ook na afloop in de interviews, ja, dan denk ik, waar, waarom uh, niet gewoon relax zoals Chris de ja. Graaf dat doet? Die geeft gewoon een keurige uiteenzetting, een keurige wedstrijdanalyse. En bij hem, altijd is er wel weer wat met iemand die die dan weer uh, kritiek op heeft of die het niet goed doet. En, en dat vind ik zo vreemd aan, aan, ja, aan ja, ja. Gert-Jan Kasten. Ja. ja, dat kan ik beamen. Ja. Goed, het is een gegeven. Hij heeft natuurlijk veel meegemaakt. Hij slaapt slechts nachts. Zou dat mee kunnen spelen? In zo'n reactie, dat hij vol in de emotie zit in na afloop. Jongens, jongens, even één ding. Ik bedoel, uh, hij doet met vol verstand, neemt hij die ja, ik, aan. Ja, ik denk dat we dat allemaal, ik vind dat, en, dat en dat vind ik ook helemaal bedoel... niet, vind ik ook niet relevant. Dan moet hij zelf zeggen, ik kan het niet. Dan, nee. dan, bedoel, dan krijg je daar respect voor. Je kunt wel zeggen van, uh, hij is zoals hij is, of zoals hij gevormd is door de dingen die hij meemaakt. Maar, uh, ja, dat vind ik eigenlijk niet relevant. Nee, maar bedoel... hij is echt, hij is zoals hij is, zo is hij. Ja, maar ik, bedoel, ik, bedoel, ik, vind, wel, is... ik vind wel, ik vind wel iemand die, hier wees, hij, hij weet hoe die is, maar dat is een slimme jongen. Ja, dan, weet je dan, neem dan een beetje mediatraining of doe dan een stukje reflectie of interviews met jou. Maar jongen, wat kan ik zeggen? Wat moet ik zeggen? Ja. Op het moment dat je dus je publiek verliest, ben je klaar. Maar dat is ook wat... Punt. En daarom vind ik het ook jammer dat ze dat hele wat er allemaal over zijn in zijn privéleven gebeurt. Niet dat, is, dat is een ding, dat, dat neem je mee. Ja. Maar dat heeft, dat, ik weet, dat, dat heeft hier, denk ik... Natuurlijk, het heeft wel mee te maken, maar het is niet... Voor hem is dat wat verschrikkelijk. Ik denk maar... gewoon dat hij gewoon qua persoon... Nou ja, wat je zegt. De druk bij IJsselmeer was, maar ook bij Spakenburg. Dat is met elke topper die er binnen gehaald wordt. Ik bedoel, we halen iedereen met een rode loper binnen bij ons. En er worden allemaal de beste dingen worden over die spelers geschreven. Er is ook wel eens wat kritiek op. Maar ja, je gaat niet tegen iemand zeggen... Nou, we moeten nog maar even kijken wat hij hier teweeg gaat brengen. Er komt wat binnen en je hebt de hoogste verwachtingen. Maar zodra ze de dijkje afkomen bij ons, dan, dan komt die druk... En die is echt heel hoog. En dat is bij Spakenburg en bij Jijsselmeer wel zo. Want bij ons is het gewoon niet zo. Eén keer verloren, op zeg niet. Man, volgende keer beter. Nee. Dan krijg je eerst een kwartier kritiek aan je oren. Ja, maar is terecht, jongens. Dan wordt hij voor betaald. Wordt hij ja, voor nou, gecompenseerd. Ja, maar dat, dat het terecht. Maar dan voel je wel mee. Er dus wordt gewoon gecompenseerd. Als je, jij een goed spelersbudget is er neergezet, ben ik het met Willem eens. Ja. ja. Dan weet je dat je moet presteren. Ja. En, en red je dat niet, ja, dan krijg je kritiek. Ja, ik denk dat het wel het... mooi is. Want als je kijkt naar Imdijk. Uh, dat vind ik... daar kan ik dan wel van genieten. Als je ziet wat Indijk de weg heeft gebracht met een team... met een spelersbudget, wat nou ja volgens mij een tiende is... van wat IJsselmeervogels heeft, denk ik. Zien nog ineens, maar okay. En wat dat, dat team kan... Hè, en, en dat eigenlijk... Hè, je kunt, uh, nou, wij zeggen op school ook altijd... Hè, de 70% is, is je werkhouding... wat je ervoor wil doen. En die andere 30% dat is wat er hier zit. Ja. Dat is bij dit net zo. Want dat is het niet gelukt. Er is van IJsselmeervogels van het elftal geen team gemaakt. Nee. En op momenten dat het er om ging... Waarbij je de druk omhoog ging, je stond eerste of het gaat erom, dan valt dat als een kaart in elkaar. Ja. Maar dat is niet alleen bij het voetbal, dat is overal als je teams nodig hebt. Ja. En als je dan ziet wat ze bij Imdijk dijk kunnen, en dan vind ik het ook wel mooi dat, ja, als dus even dat weg is, dan, dan kan het ook zo weer in elkaar storten, want het is ook ongrijpbaar, denk ik. Ik, zeg maar 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 ik denk, bremen, maar, maar, ik denk maar, dat het bij Eendijk ook wel meespeelt dat ze heel veel met eigen jongens werken. Eendijk is, jongens, onvergelijkbaar met de vogels. Laat nou, maar kan niks maken. De vogels is natuurlijk een top. Nee, maar het, maar het gaat over het team. Nou, Wat je als een, team een, kan bereiken. Eén zinnetje nog. Want, het, want het, de vogels hebben natuurlijk een team van, met, met 829 vergelijkbare zeg maar, uh, spelers. Bij Eendijk zijn er 23 spelers, hmm. waarvan er 16, 17. Zeg maar, uh, zeg maar kunnen spelen en als we dan uh, blessures hebben hebben wij een probleem. Ja ja ja, neem dat en heen. dat is gewoon een groot verschil ja. en uh, dus vergelijk alsjeblieft de volgers niet met, uh, met de En nee, dat gaat maar over het team. Maar het team, team is gewoon, team. kijk, het is gewoon de teamvorming is gewoon natuurlijk gewoon top. Teamgeest dingen, dat dat, team dat dat teamgeesten team ja. ja. achter elkaar staan. Bedoel, met alle respect, maar uh, die jongens gaan ook een biertje met elkaar drinken, bij wijze van spreken. Dat geeft ook een indicatie ja, dat, dat. is dit seizoen maar hij is meer wel. je, zegt weinig spelers in de kantine, eerlijk is eerlijk. Hm. Nou, ik kom, daar kom jij dan veel meer door de wezen, denk ik. Ja, nou, ja, Willem, het speelt... zaterdag. het speelt toch ook mee dat het hoofdzakelijk allemaal jongens uit Eendijk zijn. En ja, maar dat er maar vijf, vijf vanaf buiten afkomen. Ja, maar er, komen... maar er passen ook jongens bij die ook die mentaliteit hebben. Ik bedoel, er lopen al een paar jongens, die lopen al vijf, zes jaar bij ons. Hè. Bijvoorbeeld Jesper van Dalen, Vreek van Bijlzen. Maar Justin Gron die, die sluit ook maatloos aan. Janiek Bouw, bedoel, die gaat dan helaas bij ons weg. Maar ik weet zeker dat hij volgend jaar regelmatig contact houdt met die jongens. Wat is dit gewoon een vriendschapsband. Yeah. In. Ja, maar ja, daar kun je jaloers zijn. Op, of nou, uh, laat me zeggen, vanuit IJzermeervogels. dat ja. dat daar is. Want daar gaat het. Het gaat om die teamspirit. Want uiteindelijk. Kijk maar naar Volendam. Nou ja, ja. Er zijn ook 30 ja. vrienden. Ja. die ja. presteren. En die stonden dus drie, vier strijden onderaan. Ja. Maar Voordat we jongens, ik denk 45, dat 45 we... minuten over GTN Castro ja, ja, praten. Hij is weg. Dus hij eh... wordt ook uh, nog gevoetbald zaterdag. Ja. door IJsermeer Vogels. Uh, Dirk Jan, wat vond je van de wedstrijd? Ja, ik heb het zelf niet gezien. Want uh, ik, zou, uh, ik ben een. Uh, een, een dagje weg geweest. Dat stond eigenlijk al gepland, want ik dacht: Nou, in januari laten we dat kunnen we wel doen, want dan zijn we lang en breed kampioen. Maar <laughs> uh, <laughs> dat was uiteindelijk dus niet het geval. Dus ik dacht: uh, Ik was er ook wel een beetje klaar mee. Ik ben naar Beverwijk uit geweest, uh, nou, naar Dem. Ik vond dat echt bedroevend. Ik, ik ben gewoon twee dagen zagrijnen van geweest. Jongen, wees dan eerlijk, Vorig jaar was wist er nog geen eens dat Dem lag? Nee, nee, dus wat heb ik ja. Ik was er ook nog nooit geweest. Ja, maar, ik was er ja, ook wel je nooit <laughs> Dus ik, ik, heb wel de, ik heb wel de samenvatting natuurlijk, want die is door ons gemaakt. Ja. Dus ja, kijk, ik heb, als ik daar naar kijk, denk ik, ja, nou, we verdienen het ook niet op kampioen. Typerend voor het hele seizoen, die wedstrijd. 1-0 achter, en dan 2-1 uiteindelijk, nou ja, sleep je het er nog uit. Ja, ja. ja dat is, weet je, het, het was een hele mooie samenvatting van het seizoen. Hey, Jongens, met alle respect. Ik ben, ik ben vorige week geweest daar, bij Eendijk tegen Oldin zeg maar, uit. Eendijk winnen met 4-0, maar we waren gewoon winnen met 10-0. Echt, goede ja. keeper. Ja. En er is niks. We zijn nou een keeper nodig. Die kun je halen, die jongen. Ja, nou, we, een, een we hebben een goede. Hoe boven is er op de achterlijn. Ja. Hoe kan je daar die bal kwijtraken? Heel knullig kwam dat over. Hè. Hier. Doe ze terug, helemaal naar het begin? Ja. Zo hier. Ik vind het wel jammer voor de volgers, dat moet ik eerlijk zeggen. Nou, voor een dijk biedt het perspectief met de weer een derby. Nou, ik, zeg ja, altijd, ja. ik zeg ook altijd dat. Um, kijk, ik denk dat de coronajaren he, hebben het nog wat langer gemaakt. Want anders was het al eerder gebeurd. Het, zat er gewoon, het was elke keer hakken over de sloot. We hebben al twaalf jaar geen prijs of niks gehaald. Niks. Maar wat is nou het verschil tussen volgens en Spakenburg dan? Spakenburg haalt, jullie hebben allebei een elftal, waar dus amperbuntschotten in zitten. Allebei. Nou, nou, bij, bij, ook bij de, de blauwe. Bij, met andere slecht met de blauwe. Want dat vind ik echt een topteam. Dus wat is, het, wat is de vergelijking? Jullie, jullie halen allemaal mensen van buiten. Halen jullie dan minder mensen van, mensen van buiten van minder kwaliteit? Ja? Want ik, bedoel, nou, ik denk financieel dat Spakenburg dit jaar meer slagkracht had om SME-woogs voor dit jaar. Dat, we woord. hebben we geen zicht op. Maar dus, maar dus Hoe zijn die bekers ze vergekomen, ja. Hebben ze bakken met geld binnengehaald? Nou, kijk, als je weet, een training, zo'n zo zo TC, zo'n scoutingsapparaat, dat gaat natuurlijk niet uh, in een week. Dat werkt jaren mee. Tuurlijk. Hè? En, en uh, de, de huidige TC. Uh, die werken natuurlijk eigenlijk nog met een selectie... die zij voor een groot deel niet hebben samengesteld. Het hm. enige wat zij hebben gedaan zijn die wisselingen tijdens de winterstop. Want zij zijn vorig jaar aangetreden en toen waren, lagen er al spelers vast. Er zijn wel een paar spelers die zij erbij hebben gehaald. Maar in principe gaat komend seizoen, ook voor Gert-Jan Karsten... Hm. gaat komend seizoen pas het team spelen wat zij echt, echt hebben samengesteld. Hm. En uh, wat is er dan anders? Ja, Spakenburg die heeft gewoon een, een aantal jaar terug... ...ingezet op wij willen kampioen worden... Uh, ...van die tweede divisie... ...en daar is, uh, nou ja, er zijn ook te genoeg... Uh, ...ik denk dat er ook te genoeg financiële middelen... ...voor in zijn gezet... Uh, ...en dat, dat dat nu resulteert... En, ...en alles valt ook samen... ...ik bedoel vorig jaar met de beker... ...kijk, in de competitie ging het niet zo heel top... ...toen met Spakenburg natuurlijk... Nee, okay, maar, 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 maar ook de visie van jongens... ...we moeten een aantal jongens zelf brengen... ...dat gebeurt toch niet? Bij geval ja. zo? Ja, in de selectie... ...maar nooit, nooit permanent in het elftal. Tuurlijk wel... Ja, wie, wie spelen er dan? Ze hebben hebben er echt een vaste plek? Van de groep. Oh, van de groep. oh, de laatste zes, 7 wedstrijden ja, op de bank. Ja, als je niet goed presteert. Nou ja, kijk maar, dat is altijd wel leuk. Ja. Als je niet goed presteert, ja, dan ga je eraf. Ik ben daar wel een voorstander van. Ja. Ik bedoel, je hoeft niet als trainer te zeggen, nou, omdat jij een jongetje van de club bent, mag je steeds voetballen. Ik Pascal Koelewijn komt eraan. Die uh, komt uit de onder 21. Uh, nou ja, die staat ook klaar om, om, om uh, bij de selectie te gaan. Is ook een sprake. Jordi dan, wat dacht je daarvan? Ja, wij ook lopen, hè? Die hebben je lopen, maar ook niet een permanente. Nou, als speler. die je goed doet, dan staat hij gewoon in de basis. Hij is, ja. hij is vaker gestart dan dat je eigenlijk misschien soms zou denken. Dus nee, dat kun je echt niet. Dat zou je nou, kunnen het. zeggen. Brole, nee, ik hoop het. Daar doe je het ook in feite voor, toch? Ja, dat, nee, daar doen we het niet voor. Waar doe je het dan voor? Wij zijn geen. Ja, wij, hij is doet het niet om zoveel mogelijk uh, dorpsgenoten te laten voetballen, want dan je, zijn we in dijk. Maar dat gaat ook niet, denk ik. Kijk, je op een gegeven moment dat je Urk ook, die wilde zoveel mogelijk Urkers. En je ziet waar Urk naar nou voetbalt. die is dan helemaal Maar Je moet toch twee, drie jongens beste kans kunnen geven. Hè? Maar dat gebeurt Maar ik denk je wel, wel, wel binding wel. krijgen. Want, want je binding met je elf krijg krijgen wanneer je eigen jongens hebt. En He, normaal je minder jongens hebt van jezelf krijg je minder binding. Ja, ik heb zelf het idee, maar dat is mijn mening dat het bij IJsmiddelsen en Spakenburg echt niet uitmaakt wie er speelt, zolang ze maar kampioen worden. Oh, moet je dat met twaalf of dertien jongens van buitenaf doen? Dat idee heb ik. Ik, weet ah, niet ik dat denk het dat het vooral in de jeugd. Ik bedoel, we hebben nu een nieuwe hoofd van de, van de jeugdopleidingen. Ik bedoel, er is, echt wel, er is wel een andere wind gaan waaien, maar ook dat soort dingen gaan niet binnen een jaar heb je dat weer op de rit. Ik bedoel, er is nu veel meer gekeken van doorstroming. Kijk, uh, gekscherend zeggen ze ook alle eigen jeugd, uh, jongens in je jeugd, dat zijn later de mensen die achter de bar staan, die in het mediateam zitten, die voorzitter worden. Dan, moet je, dan kun je niet steeds mensen van buitenaf halen. Uh, binnen al die jeugdop, jeugdopleidingen. Daar is natuurlijk een hoop kritiek op. Maar kijk, voor het eerste elftal, als je mee wilt doen om de prijzen, dan kun je niet zeggen wij gaan alleen maar uh, eigen jongens halen. Dat is gewoon niet haalbaar. Dan heb je gewoon een te, weinige, te te weinig. Dan zou je, weet je, dan zou je moeten zeggen we doen spakenprijs meer bij elkaar. Want dan hebben we een groter, grotere vijver. Groter maar dat gaat niet maar lukken, zo... want de supporters gaan niet samen. Dat is ook gebleken afgelopen zaterdag. Ja, dat, uh... dat uh, liep een beetje uit de hand. Heb je wat meegekregen, Willem? Oh? Ja, ik uh, moet zeggen dat ik me diep daarvoor schaam. Uh, als je toch zo bezig bent, je wordt kampioen. en je gaat dan je op zo'n manier bezighouden. als je nou uh, een geintje wil doen. Kijk, ik, ik ben laatst ook bij Utrecht tegen Vitesse geweest. Nou, dan kun je ook op een ludieke manier een geintje doen. Daar hadden ze bijvoorbeeld de Utrecht supporters. Die hadden daar een, uh, een zweefvliegtuigje met uh, veel succes, Vitesse tegen Top Os. Nou, we verzin zoiets. Mm. Hè, maar ga niet met, met dat vuurwerk. En dan Kwaardig, ook nog of. dat de wedstrijd onderbroken moet worden. Ik moet uh, trouwens wel zeggen dat de het een groot compliment verdient. Dat hij er niet vier, vijf minuten blessuretijd nog eens een keer gaat bijtellen. Hè, want dat hadden we gewoon niet meer gered door al dat vervelende vuurwerk. Maar ik schaam me daar diep voor dat dit gebeurt en ik heb ook uh, begrepen vandaag dat het bestuur hier vanavond uh, over gaat vergaderen en dat daar uh, nog wel eens maatregelen uit voort kunnen gaan komen voor bepaalde mensen. Ja, ik vind het vooral jammer dat, het, dat, het weer, dat dit nu weer uh, ja. gebeurt en, en helemaal niet om met een, 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 een vinger te wijzen, bedoel, uh, maar het, het leek eigenlijk best wel een tijdje... Uh, goed te gaan. Ja, en wat je zegt, zeker. kijk, drink volgens mij weer een spandoek, en vorig jaar hadden ze dat ook, derde divisie die kant op, en uh, iets met, uh, dat, dat, zijn, dat is Graag. grappig, ik bedoel, en op zich die nas wasdag, nou ja goed, ik kan er zelf niet zo om lachen, maar uh, dat snap ik dan nog wel een beetje, humor, dat, dat hoort er ook bij, uh, maar ja, goed, dingen vernielen en, en, en met elkaar op de vuist gaan denken, ja, jongens, wat, 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 wat wil je nou mee bereiken? Dat, en de enige die er last van hebben, dat zijn beide clubs, want, en er is veel schade, en ja, je hele naam gaat weer te grabbelen, want straks uh, zeggen ze weer van Smakelburg, nou, uh, wij hoeven jullie voorlopig niet te hebben. Ja, allebei. En, ja. en, en, en uh, gelukkig dat die geen ongeluk gebeurd zijn. Er zal iemand met zijn dronken kop van het, uh, van het dak afvallen. Ja, zeker. Nou nee, goed. Ik maar ben ook kroon. altijd met zo'n vak Het ging wel weer viraal, want je kreeg via allerlei, Kom uh, ja. natuurlijk langs op Facebook, al, ja. op hooligan, uh, Dingen overgaan ja, in En ook denk ik dan kijk, dan, misschien is het maar gelukt dat we volgend jaar geen derby hebben tussen Spakenburg en Nijmegen Want anders gaan dit soort dingen mee en dan hebben we straks een nieuwe burgemeester. Die gaat uh, daar niet meteen zijn vingers aan branden en die legt hem zo weer uh, plat. Zeg, ja. Nou, dan mag we mogen er geen uitsupporten, want we hebben geen zin in dit soort toestanden. Mag de hopen dat je een burgemeester krijgt die dat hiermee uh, uh, kan omgaan, toch of niet? Uh? Ja, maar je hebt nu natuurlijk wel Willem de Burgemeester die, uh, Uit die dat Uit de Ja, ik weet niet wie er op de laatste die komt. Ja, linkse burgemeester. Ik weet het me nooit. niet. O, daar Vrouwelijk. een probleem? Vrouwelijk is nog in de race, ja. wordt houdt je werk en gelukkig. En Spakenburg, de treffers? Ja, dat was meer een plichtmatig iets. Ik, ik, ik moet zeggen, ik vind het wel knap dat ze die daar ook weer gewonnen hebben. Want dan kun je dus zeggen, weer een nieuw record heb je erbij. Uh, ja. Lichtmatig. En uh, ik heb begrepen dat uh, het voor de treffers ook niet meer uh, zo nodig hoefde. De werd ze natuurlijk zelf niet gezien omdat ik bij de vogels was. Maar dat heb ik dan uh, gehoord van mensen die daar waren. Dat het uh, ja, eigenlijk wel een uh, ja, gezapig partijtje was. Niet meer, uh, ja, de, de beslissing was natuurlijk gevallen voor de treffers. Voor de statistieken. Maar ja, en, en dat, dat ze dat record nog konden halen hè, van uh, zoveel punten. Mij, ik vind het wel knap hoor. Ja, wees eerlijk. Uh... Spakenburg heeft nog een hele goede selectie. Met mensen die dus ook wel een bepaalde statuur hebben. en vinden dat ze erg goed zijn. Ik vind het ook wel knap dat uh, bijvoorbeeld een trainer en, en de techniek. en Jort, uh, Jorgen, uh, dat die jongens dat toch wel goed, uh, zeg maar goed uh, neerzetten elke week. Hè? Want je hoort natuurlijk weinig gerommel in de selectie van Spakenburg. Dat vind ik heel knap, hè? maar dat is natuurlijk al een prestatie op zich. Is dat... Maar dat, huh? dat komt ook omdat de resultaten goed zijn. Willem. Ja, dat Ik dat het ook wel eens willen zien. als ze vierde, vijfde gestaan hadden. Of die bank dan ook nog zo rustig was gebleven. En als Floris van der Linden, dat hij dan ook dat geaccepteerd had. dat hij ernaast uh, zou staan. Want hij heeft uh, uiteindelijk Groningen laten schieten. en nu blijf je gewoon alles winnen. dan is dat ook heel makkelijker om het te accepteren. Maar hij is wel en... ingepast, hè? Hij is ook wel ingepast. Dus wat dat betreft uh, heeft Chris dat wel goed gedaan. Want hij kijkt natuurlijk wel naar de kwaliteiten van de mensen. en die past dan wel in. Ik bedoel, dat vind ik ook iets, hè? In het begin stond hij inderdaad reserve. maar later werd hij wel ingepast. En dat was, uh, ging goed. Ja. ja, en dat, dat speelt zeker mee. Dat is ook de grote kracht. En nog even terugkomend wat jij net zei over de TC. Die is bij jullie pas begonnen. En onze TC, die had het in het begin ook heel moeilijk. Mm. Ja, die, hebben er, ah, die zitten er nu vier jaar in. En nu hebben ze ook veel meer kennis opgebouwd daarin. Maar in beginjaren van de TC, die hadden het ook best wel moeilijk. Die nee, ja. kregen ook veel kritiek ja. bij, bij, bij onze club. En, en, en nu, dat heb ik ook later ook, ook nog tegen, tegen de voorzitter gezegd, of tegen verschillende TC-mensen verteld. De TC krijgen altijd op z'n donder als ze geen kampioen worden. Maar worden ze kampioen, dan heb je met anders het gedaan. Ze krijgen eigenlijk nooit nee. een compliment nee, 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 nee. van nee. de staat een goede ja, selectie. Dat, dat is ook lastig. En dat is natuurlijk ook van, van dat we het hebben over de druk bij de, bij de clubs, hè. dat je niet kan verliezen. Ja, maar je moet ook ruimte krijgen om te bouwen. Alleen dat zei ik vorige week al. Of tenminste onderling ging dan natuurlijk ook van ja, wat ga je doen? Hè? Ga je nou zeggen, we gaan, zijn aan het bouwen, dus we moeten even rust in de tent houden? Of zeggen, ja, maar dit gaat nou echt niet meer. Uh, we, gaan, uh, we, we, we moeten de trainer weg of weet ik veel. En ik denk dat ze eigenlijk nog op dat, dat punt ook zaten. Maar de TC, inderdaad, je hebt gewoon een aantal jaar nodig om dat, uh, om dat te doen. Maar ik denk ook om die, die verschilmakers te halen. Want dat is het. Nou ja, dat is wel iets wat vers, verschilmakers vers, verschilmakers oh, je missen. Verschilmakers heb je nodig. De El Azoutis, de nou, de ja, ja, Ik heb er volgens een paar keer gezien en ik heb ze twee keer gezien tegen Imdijk. Dan, dan denk ik, ja, jongens, uh, er is qua groepsvorming best wel op aan te merken. He, dus dan uh, zat de groep compleet achter zichzelf, of achter elkaar. Maar ik vond ook de creativiteit wel een beetje missen. Mm -hmm. ja, zeker. He, van achteruit, en, en maar ook op middenveld. Een echte, een echte middenvelder he, die dus echt de lijntjes uitzet en die slimme paarsjes kan geven, waardoor die mensen vrijzet. Maar die heb ik ook een beetje gemist. Type van de dikkeberg? Uh, nou, van de dikke is niet zo'n type, dan heb ik het ook over Jesper van Dalen. Dat is zo'n type, hè? Die dus echt een slim balletje kan geven. Uh, dat soort types. Uh, Jeffrey is gewoon een, 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 Jeffrey is een komende man in de 16. Jeffrey die moet er komen en dan, en dan uh, afgelopen zaterdag, dan, dan gaat het maximaal. Uh, maar hij, hij moet er komen, hij moet er niet staan, maar hij moet er komen. Je weet wat ik bedoel, hè? Ja, ja, zeker. Ja. Dus dat is ja, een, een type ja. Klaassen, een type zeg maar van de Beek, hè? Die, die stonden er ook nooit, maar die kwamen er. En dan zijn ze levensgevaarlijk, want het is natuurlijk een sterke jongen, een grote jongen. Mm. En dat ging zaterdag perfect. Drie goals voor uh, Van de dikke berg zaterdag? Ja, nou ik wil ook in ieder geval even terug naar, naar uh, inderdaad, uh, een, maar, uh, complimenten voor, uh, voor Jeffrey. Uh, en niet alleen voor afgelopen zaterdag, maar voor het hele jaar. Het uh, is dus ook terecht dat hij uh, straks ook nog een beetje herdacht wordt. Uh, ik loop al een beetje vanuit op het programma misschien. Uh, ik wil ook een dikke plein maken voor Willem en zijn staf. He, Willem, die, uh, ja, Willem heeft daar gewoon zeg maar, vijf jaar lang gewoon een goed, zeg maar, goed gepresteerd en een, een, zeg maar, een, een, een leuk team van gemaakt. En, uh, en ook uh, zeg maar, bepaalde resultaten erin geboekt. Dus uh, wat dat betreft heeft Willem het uitstekend gedaan. En Willem was wel een man die uh, heel goed kon binden. Binden niet alleen met het elftal, maar ook goed kon binden met de vereniging. Want hij lag ook heel goed in de vereniging. En ook in de supporters. Dus uh, wat dat betreft een dikke plein voor Willem. Willem, succes jongen. Volgend jaar bij Sporting. En nou, ik had ook wel eens kritiek op hem, maar ik heb hier ook wel eens gezeten dat ik vond dat hij een slechte opstelling had. Maar ja, ik vind ook dat het moet kunnen. Je bent analist. een onbetaalde analist, een onbezondigd analist. Maar dat betekent wel dat je natuurlijk onafhankelijk mag, 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 mag maar, vinden. Maar, hè? maar dat bedoel ik naar nou, Willem, hoe hij dan met die kritiek omgaat, hm. dat is een totaal verschil. Waar we het net over hadden. Als je kritiek tegen Willem Romp, wat jullie zo mooi kunnen doen met het vakje A. Vakje A nou, dat is geweldig hoe hij daarmee omgaat. Hm. Dat gaat op een leuke manier. Ik heb hem nooit, nooit boos zien worden daarover. Hm. En dan, dan denk ik, ja, dat, dat is nou, dat, dat, daar ben je trainer voor om met kritiek om te gaan. En dat hoort bij het voetbal. Voetbal is emotie, jongens. Ik bedoel, we zijn door de week moeten we hard werken. En we willen een beetje ontspannen. Hopelijk, hè? Ja. Op de zaterdag. <laughs> en ja, daar gaat het even feite op. Ja. Want het was een mooie wedstrijd, Zaterdag? Dan, uh, ja, de Zaterdag was, geen, uh, was geen, niet echt een supergoeie wedstrijd. Maar uh, het, het gaf wel aan, denk ik, dat wij uh, van in Dijk, uh, toch wel onderkantje minder man zijn. Oftewel, uh, terecht dat we gewoon in de derde divisie kunnen blijven. Dat denk ik wel. Ik bedoel, uh, dat zag er beter uit. Maar dan is natuurlijk gewoon een, een echt goed team. Ja. Nee? En zo zijn er meer hele goede teams. En uh, we hebben wel een paar bloepers gehad dit jaar. Maar uh, ik vind dat we wel uh, op zijn plek staan. Op zijn plek zijn uh, in de derde divisie. En op zich vindt dat al een compliment op zich. Absoluut. Ja. En wie blijft er bij hem tijd? Uh, er gaat alleen Janik gaat weg en, uh, en de spits die gaat naar Vincente Boys. De rest blijft. Er komen wat jongens bij en ze zijn nog wat aan het zoeken. Dus wat, uh, dat, wat dat betreft blijft de selectie bij. Het geraante blijft staan. Mevrouw. Het geraante blijft helemaal staan. Uh, ja uh, en uh, Dinkis kom komt terug hè. Wie komt terug. Nog een uh, bekende van van Zijn Nog een de vogels af. Om terug. En dan Kronenberg. Een groot, uh, die gaat bij ons uh, proberen. Dus ik ben benieuwd. Uh, ik, ik, ik ga er eigenlijk vanuit dat hij uh, dat, dat, dat gaat, uh, gaat presteren bij ons. Natuurlijk, een aantal jaren heel veel geleerd bij de Blauwe. Nee, hij kan nu gaan oogsten. Willem? Zeker. zeker. Ja, dat zou mooi zijn. Daar heb ik ook alle vertrouwen in hoor, dat hij bij jullie gaat allemaal Ja, zijn. maar een positieve jongen. En, uh, ja. en die gaat ervoor, dus op zich prima. Dus ik ben benieuwd. Het zou weer een moeilijk seizoen worden, maar geeft niks. Dan, dan weten we weten onze plek. Dus uh, wij gaan heus geen kampioen worden in de 3 divisie Met een nieuwe trainer? En een nieuwe trainer. Ja, hoe gaat lopen. En ook een trainer hoe dat gaat lopen. schijnt een hele jonge, zeg maar, uh, kerel te zijn. Dus ik ben benieuwd. Patrick en... heet hij volgens mij. Ik weet niet hoe die wordt. hij wel. En bij Spakenburg, hoe blijft de selectie? Ja, ik heb dat vorige week aan Hugo Bol gevraagd. En die zei, uh, het, het is in principe, alles is rond. Uh, het uh, slot kan erop en we kunnen beginnen. Dus daar, daar gaat uh, niet veel meer in gebeuren. Nu zijn er wel wat geluiden dat er wat belangstelling is uh, voor Seleiman uh, van Future zeiden, maar ja, dat heb ik zelf niet uh, vernomen. Dus, voor Seleiman dus, van F. Utrecht? Nou, ik hoor hier inderdaad in mijn oorvleisteren en voor uh, Van Huffelen? Ja, van SV. Van Huffelen Emmen, maar dat heb ik zelf niet. Uh, dat wordt ja, ja, een geruchte machine uit het dorp, ja, zeg maar. Ja. Ja, Joris, kan je daar iets over zeggen, hoe ze er volgend jaar voor staan? selectie, er zijn natuurlijk wel spelers uh, vastgekomen. Ja. En volgens mij is de selectie uh, zo goed als rond. Maar ja, je weet het nooit, want er kan er zo weer een uh, vertrekken of niet komen. Of, uh... Dus ja, nou ja, er gaan natuurlijk geluiden over Jim Beers. Over dat, dat, uh, maar goed, dat gaat al een tijdje. Maar goed, die heeft aangegeven dat hij gewoon kwam. Maar dat was al een tijd terug. Dus, uh, Eerst een nieuwe trainer. Nou, ja, een nieuwe trainer inderdaad. Maar ja, dat, als je dat uh, mag gelopen, dan zijn er genoeg mensen die dat uh, denken te kunnen. Zou, eh, het eh, zijn, zou het niet verstandig zijn hè, om eens een keer een trainer vanuit wat, wat er bij Spakenburg ook gebeurd is, met Chris uh, de Gaat, uh, vanuit uh, die een, een uh, achtergrond heeft van ism hey, Ik bedoel, Ruud van der Geest, uh, die heeft het ja, dit jaar dan wel wat minder gedaan bij NAC, maar hij heeft ze er ook ingehouden. Je hebt bijvoorbeeld de tweede trainer, Cor mm -hmm. die een heel clubverleden heeft ja, bij de Vogels. He, zou dat ook niet wat meer rust geven? Want nee, die, die kunnen de club en die kunnen met de kritiek omgaan. Stel dat het even wat minder gaat, dan, dan weten ze... Hoe, dat, dan, die kunnen daar veel beter mee omgaan, denk ik... dan de trainer die van buitenaf ja, komt. Jou, je moet goed. Want, want laten we eerlijk zijn, Willem. De trainer is die hiervoor. He, als je bijvoorbeeld de trainer die nu met Volendam kampioen wordt... Die is ook al na een paar wedstrijden vertrokken bij de Vogels. Jongens, haal... Omdat hij niet met die druk om kon gaan. Ulrich Landvreugd, haal die maar. Toptrainer. Maar die Stek. ligt vast bij een betaalvoetbalclub, toch? Die zit uh, assistent, bij, assistent bij, uh, bij Den Bosch volgend jaar. Maar uh, waarom zou hij niet kunnen combineren met de Vogels? Ben ik ben echt een toptrainer. Ja, ik weet zeker, ik ken Ik heb vroeger mijn Cor gevoetbald. Uh, die komt communicatief tekort om dat te doen. En, 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 en Rutte is gedegradeerd met, uh, met NEC, jongens. Sorry. Uh, Kassa heeft natuurlijk ook binding met IJsselmeervogels. Maar alsnog valt het dan wat tegen. wat tegen. Maar je moet gewoon echt een ervaren trainer halen. Een ervaren trainer met een goed realiteitsbesef. Die dus jongens kan binden. Die er een team van kan maken. Die een verbinding kan maken met de vereniging. Dat is denk ik uh, de verstandig. En er zijn, die zijn er. We hebben Ulrich gehad bij Indijk. Uh, maar zou die een paar jaar kunnen zitten? Want dat is denk ik ook belangrijk. Dat je iemand hebt die... Ook ze, die, waarvan je zegt, nou goed, die kan minimaal vijf jaar zitten. Want, want elke week, elke elk jaar een andere. Ja, trainen, dat, is ook zat. dat is ook lastig. Nee, daar ben ik met je eens. Dat is ook lastig. Kijk, maar, wat vijf, anders vijf zou je zeggen, krijg je een dikke advocaateffect. Hè? Want ja. ik bedoel, die, of, die, die kun je halen. nou Rick kruis dan een keer terughalen. Ja, ja. Nou, ja. ja, ja. ja. Oh, Gert kruis, of Gert Kruijs bedoel ik. Of Gert, ja. Gert Kruijs. nee, maar goed. Die, 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 ik vind het, ik ben er wel fan van hem. Ik bedoel, hm. mijn zoontje, die heeft van hem vaak training gehad, een aantal keren. Ik vind het een leuke vent. Hij is heel communicatief. Hij van een grapje. Die weet wel hoe die jongens... Ja. Maar ik weet niet. Kijk, dat is iemand die je kunt halen... volgens mij om het weer een beetje op de rit te krijgen. Maar ja, je ja. moet ook iemand hebben die daarna wel... Ik weet niet of hij dat ook niet... Maar... Een combinatie. Dan doen we wat ouderen trainen... Met een, met, een, met een talentvolle assistent, ja. bijvoorbeeld. Je hebt een kruis. Die kruis raakt niet onder de indruk van een beetje... Nee, maar die gaan nog vochten. Vocht, dus, ja, ja, ik leg al vast he? bij VVG, ja. ja. Maar voor vijf oh, jaar lijkt me wel wat lang hoor, om een uh, trainer... Ja, maar goed, het Intentie gaat het moet, moet er wel de zijn dat ja. we geen trainingskerkel worden. Nee, maar gewoon een ervaren trainer ja, met, met een talentvolle <laughs> ja. assistent. Ja, <laughs> maar dat is hier, met <laughs> nog <spakelveren. Met lacht> net zo bij. Ja, en een talentvolle assistent erbij, misschien. Maar goed, aan de andere kant, kijk, ik denk dat we er ook niet aan ontkomen als je grote klus, maar dat is niet alleen Sparkeberg, hij is er meer volgens mij, dat is ook Katwijk en... Dat zijn grote clubs, dan moet het ook gebeuren. En als het niet gebeurt, dan, hup, dan ga je eruit. Ja, ja. Dan blijf je niet uh, hangen. Eens. En volgens mij willen we dat ook. Want als we trainers te lang laten zitten, hebben we weer commentaar op bestuur of TC. Ja, ze durven de knoop niet door ooit. Ja. Het is nooit goed. Het is niet goed. Ja. <laughs> FC Bunschoot, oftewel, ja, het is een team met alleen maar spelers uit het dorp. Tenminste, uit het dorp bij IJsselmiddels en Zwakenburg. Maar dit jaar is het eigenlijk alleen maar Zwakeburg. En normaal gesproken ook spelers van het dijk. Jongens, ik, ik vraag me echt af, wie, wie heeft dat team gemaakt? Kijkers. De dan, kijkers hebben niet dan, zijn ze, dan heb je alleen maar blauwe mensen hebben gereageerd, je maar dat kan het niet. Ze leveren <laughs> vrij weinig gasten, maar, maar als ze gestemd moeten zijn ze wel van de partij. Het is natuurlijk zo, als je dit uh, via een pool doet, ja, dan is het logisch dat de, die, die stemmen dan komen natuurlijk hè, van mensen. En dat kan ook wel eens dan uh, ja, een beetje eenzijdig zijn, maar als je dit open doet met heel veel stemmen, ja, dan, dan is dat op zich best wel logisch. Dat dit eruit komt. Je hè? zei net ja. een verborgen agenda met, met, met kasten. Misschien een verborgen agenda met de blauwe mensen die dus allemaal gestemd hebben. En, en die dan tot een bepaald ja, resultaat dan komen. Dan hadden we dat beter bij de IJsselmeer wel kunnen doen. Want ik bedoel, de blauw krijgen al genoeg promotie. Uh, ja, bedoel ik. we zien de dame op doel staan. Ik kan hem doorklikken dat het hele team gelijk in één keer zien. is gewoon het hele team van spaken. Als ja. er een groene en een rode erbij moet, wie zou er dan... Jongens, ik heb, um, ik heb een alternatief uh, voorstel. Ik zou achterin Rijksbeek zou uh, Rick zetten. Ricky Blokhuis. Jordi uh, Huigen en Jasper Beekhuis ook achterin. En in het midden van zou ik Jasper van Dalen en Justin Groen een plekje geven. En er zijn er ook nog wel plekjes over de Rooi natuurlijk. Nou oh ja, dit, is, dit vind ik dus een non-verkiezing. Sorry dat ik het mag zeggen. Wie uh, wordt erin gebracht namens IJsmeer? Ja, ja. Wie zullen we erin zetten? Nou ja, ik, zou het, ik, ik denk... Ik weet niet of ik, of ik nou echt... Een erin zou zitten, je erin zal zitten dit jaar. Ja, ja het, kijk, er zijn uh, Bielica, Ik bedoel, die zou achterin hartstikke ja, goed uh, mee kunnen. Ik bedoel... Uh, ja, van de, de groep. Ik bedoel, kijk... Uh, Hulleman, ja, dat, daar gaat ook veel over. Hè. Die heeft uh, natuurlijk... Ja, die heeft vorige week uh, in Beverwijk... Uh, door zijn uh, actie uh, kwamen we eigenlijk... Uh, Raakte we de keeper kwijt. Maar als je naar zijn cijfers kijkt... Heeft hij het best wel oké okay gedaan. En Lazoetie misschien. En Lazoetie, ja... Ja, maar je mist wel een beetje wat je zei, die creativiteit. van hey, maar hij kan wel dingen creëren, maar het is ook weer niet de afmaker. Dus ja, wij hebben gewoon niet, en dat is ook het hele verhaal: wij hebben gewoon niet ja, de spelers die ergens bovenuit steken. Of die een team. De verschillen maken, hebben. zoals jij zegt. Ja, de verschillen maken, ja. Nou, FC Bunschoten bestaat dus eigenlijk een volledige brouw. En dan geheel onverwacht is Chris Geraad het van het jaar natuurlijk. Willen rondweden <treden> en kasten? Zit er ja. wel een kwart bij. toch maar 5% van stemmen ja, Ik vind het wel het verschil wel klein. Tussen romp en kasten, ja, ja zeker. zeker. Ja, maar dit, dit, dit geeft mij alleen maar de indruk van. Uh, er is bij de Blauwe is daar gewoon uh, zeg maar, uh, propaganda. propaganda voor gemaakt. bolletje kaarten. Nou, dat is echt niet zo. Nee, uh. ja, dat zou ik ook zeggen, <laughs> Willem. <laughs> dan hebben we de speler van het jaar. En dat is ook een vrij bijzondere uitslag: Sulaiman, nummer 4, is niet gek. Maar de nummer 3. Kamara, dat is wel opmerkelijk natuurlijk, want die heeft niet. Komt meestal vanaf de bank. Ja, een super aardige vent. Dat, maar dat ja. zijn er heel veel. Uh, ja. Maar hij is echt. Uh, dat zou wel eens van doorslaggevend kunnen zijn. Met, als je nou, vraagt. maar ook wel iemand die, veel, die wel wat deed. Sympathie. Ik bedoel, er zijn best wel veel spelers die. Uh, kijk, weet je, het zijn niet allemaal. Er hebben best wel veel spelers uh, die, die uh, prima ruime voldoende halen voor het voetbal. Alleen het bij elkaar opgeteld uh, kwamen we niet hoog genoeg uit. En Brazil is daar wel, denk ik, één van. Uh, Degene heeft ook al een aantal keer gescoord, Ook afgelopen zaterdag nog wel weer er een ingetrapt. Misschien is hij wel niet goed genoeg benut. Ik denk dat ze bij DVS er hartstikke blij met hem zijn. Ik denk het ook wel. Hij heeft wel bepaalde kwaliteiten. Hij is in ieder geval heel lang. Ja. hij nou. op drie, op twee. Van de dikke berg, daar is hij. Ja. Je mist Van Dalen, denk ik, of? Uh, ik mis ook Van Dalen, een beetje, ja. Jeffrey heeft gewoon een uitstekend seizoen gedraaid. Maar. Uh... Onze creatieve speler is vind ik Jesper Van Dalen. En op één natuurlijk de doelpuntmachine van Spakenburg. Met El Azuti. Ja? ja. Dat zijn de verschillen maken zoals we het over hebben. Ja, maar ik weet niet of die jongen patatlust. Maar in feite vind ik eigenlijk uh, dat er een er op één had moeten staan. Ja, zoals. <laughs> Maakt me niet uit. Is de La Plaza, zeg uh, maar, Moet je toch minimaal patatlust, toch toch? Uh... <laughs> we zullen het meenemen in de evaluatie, <laughs> Dank je, dankjewel. Dan sluiten we dit onderdeel af. Dan is Ella de speler van het jaar. Staat er nog een prijs uh, tegenover? Ja. <laughs> Gauw, ja. <laughs> Een schot voor open doel. Dat is de ene laatste item. Dan krijgen de gasten de gelegenheid om een gele, een rode kaart of een publiekswissel uh, toe te kennen. Dirigan, jij mag beginnen deze keer. Oh jee. Uh, ja. Nou, ik, ik, ik zou eigenlijk zeggen. Uh... Ik zou eigenlijk zeggen: laten we maar een uh, publiekswissel doen. Um, want, uh, en ik denk voor uh, alle mensen alle die binnen IJsselmeervogels van alles doen. Uh, fan zijn, een heel jaar lang uh, achter de bar uh, naar nou, het mediateam. Uh, die lopen de longen uit hun lijf vandaan. Ook mensen in het bestuur. die uh, er voor, uh, nou ja, voor, voor 200% altijd in zitten. en als er wat gebeuren moet, dan uh, zijn ze er. Uh, en wat helaas niet. Uh, ze hebben, krijgen niet de eer die, uh, die ze dan daarvoor zouden moeten hebben. Uh, helemaal niet door alle resultaten wat, uh, waar we nu uh, staan. En dus niet gepromoveerd zijn. Dus ik zou zeggen, laten we al die mensen een publiek wisselen. Dankjewel. Een mooie, uh, mooie publiek. Hele mooie, ja. Zeker. Hille? Ja, ik sluit me daarbij aan voor wat betreft de zeg maar vrijwilligers. En ik zou eigenlijk een tipje willen voor het, voor het afgelopen weekend, vind ik Jeffrey. Jeffrey van den Dikkenberg. Een publiekswissel. Mooie, het rit. Dan zijn we één iemand uh, nog met zijn schot voor open doel. En er is iemand naast mij komen zitten. Aan jou het woord, uh, ja, Willem. Uh, mijn schot voor open doel is... Uh, de grote complimenten voor Willem de Gaaf. Die heeft de kennis gegeven te stoppen uh, met dit programma. Blijft nog wel een beetje op de achtergrond uh, voor ons wat doen. Dus namens TV Eemland, uh, Willem... mag ik jou van harte bedanken voor jouw tommeloze inzet al die jaren. Uh, je hebt zelf al een beetje aangegeven. Het was soms niet altijd makkelijk om de gasten uh, rond te krijgen. Eh, wat voor de, voor de nieuwe mensen best wel een verbeterpunt is. En uh, nogmaals, Willem, van harte bedankt. Namens TV-Engeland. Voor al die mooie jaren met de spel. Nou, ik... Uh, ik kan natuurlijk alleen maar mijn uh, erkentelijkheid... Dat uh, uh, ja, uitdrukking brengen door... Uh, dit.. Uh, Straks of binnenkort te gaan nuttigen, natuurlijk. Uh, inderdaad, wat je zegt. Uh, het uh, kostte soms best wel heel veel moeite. om uh, een wisselende tafel met gasten uh, te krijgen. Dat uh, zorgt ook wel uh, veel voor stress. Zeker als je op het laatste moment nog weer afzegers krijgt. en je moet dan nog weer een ander uh, van een bepaalde club aan tafel zien te krijgen. Uh, ik heb het drie jaar met uh, veel plezier gedaan. Ik heb het niet alleen kunnen doen. Ik heb het uh, ook kunnen doen met uh, de inzet van alle gasten en uh, van de mensen hier uh, ja, in de studio die, die het opnemen en monteren. Uh, je zegt al dat ik van uh, ja, nu dan uh, op de achtergrond zeker uh, wel uh, zal aanschuiven, eventueel als presentator of als gast. En uh, ik zou jullie zeker, uh, Willem, nu jij het voort gaat zetten. Uh, ja, zeker van informatie blijven voorzien natuurlijk. Ik uh, hoop toch zeker wel een klein beetje betrokken te blijven bij het En uh, nou, dan geef ik verder het woord weer aan uh, Henk. Want die is uh, vanavond de presentator. Henk, jongen, jij ook bedankt voor de presentering. Graag gedaan. Dankjewel, Willem. Ik heb toch een vraag.

gaf de doorslag uh, dat ik uh, hoopte dat ik met drie voorzitters hier aan tafel uh, zou komen te zitten. En uh, die werd, een, uh, ja, werd opgezet met de, met de verwachting dat uh, Mark Schondenbeek hier aan zou schuiven. En die uh, zegt op zaterdag uh, af. En uh, nou ja, toen kreeg ik wel een tik om mijn oren, want dan moet je wat anders gaan regelen. En dan, uh, dan valt dat niet mee en dan uh, ben ik er alleen maar mee bezig. Om hoe ga ik dat oplossen, wie gaat vragen. Ja. En uiteindelijk uh, kon ik uh, maandagmiddag tijd in mijn beekhuis uh, nog uh, bereid vinden om hier aan te schuiven. En uh, dat, ja, dat geeft veel stress aan mij. Ja. Maar ik uh, moet ook eerlijk zeggen dat ik uh, met fysieke problemen loop. En uh, de verwachting heb dat ik uh, in het najaar uh, hoop geopereerd te worden. Aan mijn, uh, in ieder geval aan mijn knie. Uh, zodat ik er een tijdje uit zal zijn zodat het mooi is dat uh, Willem in ieder geval met samenwerken met Imland 1 uh, verder zal gaan hopelijk met een nieuw redactieteam en natuurlijk met de oproep uh, kom ja, wil je dit programma blijven volgen, zet je ze in om hier gewoon even aan te schuiven uh, als gast en uh, doe je zegje, want Hille uh, zei het net al, je zit hier als analist en jij mag je mening uh, geven of niet? Daar sta je vrij als voor. Als kom ik niet. Anders kom je niet. Tuurlijk. Dank je wel, Willem. Willem 1, dank je. Willem 2, succes met de, met de nieuwe uitdagingen. Iedereen bedankt voor het kijken. We gaan niet stoppen, want over twee weken zijn we weer met een ander, iets ander format. Tot dan.